Goed, we gaan een schilderijtje maken met plakkaatverf en olieverf. Dit is aquarelpapier, een klein velletje. Ik heb een klein velletje genomen als, om een voorbeeld schilderijtje te kunnen maken, dat niet veel tijd kost. We gaan werken met plakkaatverf, magenta, geel, blauw. Oh. Zwart. En misschien wit. Nou, ga je eerst met de roller het papier nat maken. Beide kanten, eerst de achterkant. Dit, nadat ik een tekening heb gemaakt, tekening, schetsje, met een kleurpotlood. Maar dat komt niet zo nauw. Dat kun je ook met gewoon potlood doen. Voorkant. Dat kan je natuurlijk ook met een grote kwast doen. Maar ik vind een roller wel handig. Een beetje dweilen. Geel op het palet. Even kijken. Een flinke aquarelkwast. Een aquarelkwast. Ja, wat is een aquarelkwast? In principe kan je zeggen dus een korte steel. Omdat je meestal zo aquareleert. En niet haaks op je schilderij schildert. Heb je die lange steel niet nodig. Maar de haren zijn in principe niet anders. Niet veel anders. Dit is een mengsel van eekhoornhaar met een beetje nylon. Eekhoornhaar houdt heel veel water vast. Dat is prettig bij het aquareleren. En die nylon die zorgt ervoor dat die toch een beetje spring houdt. Nou, eekhoornhaar is erg slap. Dit is puur nylon. Maar door het formaat houdt die ook nog wel redelijk wat water vast. Ja, zo heb je eigenlijk het meest. Je gebruikt eigenlijk alle kwasten behalve varkensharenkwasten en misschien dat je die ook nog eens een keer zou willen gebruiken. Ik zou ze wel apart houden van mijn olieverven. Nou, daar gaan we. Dat is behoorlijk geel. Gooi ik gauw wat water bij. Ik ga een beetje kijken wat er gebeurt als ik verschillende kleuren er eens in laat lopen. Ik neem ook nog even magenta op het palet. En rood en marijn. Neem nog geen wit en zwart. Dus kijken wat hiermee in. Ik kan natuurlijk puur magenta nemen. Ik heb nog wat geel op mijn palet, dus ik laat dat er ook eventjes in lopen. En een beetje. Gooi er wat blauw bij. Gooi er wat veel blauw bij. Dus je moet gewoon van alles proberen. Eigenlijk is de belangrijkste tip die je kan geven is begin met geel. Want dat is de meest kwetsbare kleur. Kijk, je kan hier bijvoorbeeld zien. Dat als ik met blauw zou zijn begonnen, zou ik nooit dat mooie gele randje rond die. Misschien dat in het schilderij nog wel verdwijnt. Maar stel, eigenlijk wel leren kun je het ook goed doen. Hè? Klein beetje deppen.
Ik heb net gezegd dat je geen varkensharen kwasten gebruikt bij aquarelleren. Laat ik nou net een varkensharen kwast nodig hebben. Om te spetteren, kennen jullie wel. Ik ga het beste met een surfkwast. Magenta. Als je nou wil voorkomen dat hier spetters komen, dan moet je er even een velletje diepmachinepapier, hoe heet dat, printerpapier of zo, krantenpapier. Of je dept even een beetje. Een beetje spetters vind ik dan niet zo erg. Goed. Hij wil niet uit. Papier is een beetje te droog. Niet helemaal. Vloeit nog een beetje uit, maar niet meer zoveel als het net. Kan je wat scherpere vormpjes erin maken. Is nou bijna droog. Pootje droog. Achterkant niet, is nog nat. De tafel een beetje schoonmaken. Kan weer nat maken. Hier is nog wel wat aardig nat. Dus dat is wel genoeg. Hoop. Ja. Kom maar bij. Voorkant. Lost natuurlijk wel een klein beetje op, maar dat is niet te hard, niet te vaak heen en weer gaat. En niet een, zo'n filterroller met genoeg water. Oké? Nog eens een poging wagen. Doe maar spetteren. Altijd leuk. Dit is geel met magenta. Kijk maar, dat je puur geel erin laat lopen. Bijna puur geel. Dat is het idee. Ik maak het expres hier wat geconcentreerder, om een beetje dat verloop naar boven erin wil halen. Kom je nou toch wel wat heerlijke plekjes in de lucht? Krijg je ervan als je te lui bent om het af te dekken? En dan heb ik eens lekker geconcentreerde streepjes erin gaan zetten, paars. Dit moeten de stenen van het pad worden die naar boven duwen. En de zon die staat hier, dus met een beetje schaduw van dat wat je hier suggereert, en het is van het figuurtje. Bijna droog. Ik heb ondertussen wat wit op mijn palet gedaan. En
bloemen toevoegen. En daar is het nog wat natter. Dan bloeit het nog wat meer uit. Dan moet ik naar achteren toe, bloemetjes kleiner. En ik laat ze een beetje meelopen met het pad. Met witte plakkaatverf bloemetjes aangebracht in een nog natte verf. Natte papier. Dat loopt een beetje uit. Daar weer wat groen overheen en toen nog wat met dikkere plakkaatverf extra wit. Zodat ze niet allemaal hetzelfde zijn, want dat wil je niet. Je wil niet dat ze allemaal even groot en even wit zijn. Ik heb hier wat plakkaatverf wit opgebracht. Dat is het licht van de zon op haar jurk voorstellen. Ik zit even te denken wat ik zal doen. Ik had gezegd dat ik een plakkaatverf met olieverf zou gaan doen. Ja, dat kan. Dan moet ik hem laten drogen en dan transparante gesso eroverheen. Maar ik zit een beetje te twijfelen. Ik kan hem voor de idee ook wel afmaken met pastelpotloden of pastelkrijt. In zoverre die nog verder afgemaakt moet worden. Hij is nu droog, soort van. Hij is hier nog een beetje vocht. Ik zei al, ik zou hem met... Ga jij zien, iemand? Ik zou hem met... Hij denkt dat ik het tegen hem heb. Ik zou hem met olieverf afmaken. Maar ik heb me bedacht, ik ga met pastel aan de gang. Heb je geen pastelpotloden en wil je, of wil je hem gewoon eens een keer met olieverf zoiets maken? Afmaken. Dan moet je hem even inrollen of in strijken met transparante gesso. Voorzichtig. Goed, we hebben het in de les nog wel over, want het moet even met een zekere beleid gebeuren. Goed, pastel. Ik gebruik die kleine pastelletjes die ik op vakantie altijd gebruik. Die staafjes. Vaak doe ik met gouache op locatie een schilderijtje maken en die dan... later wat opwerken met pastel als ze dat nodig vinden. En dat zijn dan deze pastels. Voor die kleine werkstukjes kan je met pastelpotloden en carré. Hè, dit zijn carré'tjes. Vierkante stiftjes, staafjes. Goed.